Dag dames en heren. De afgelopen tijd was dit vaak het weerbeeld in Nederland. Strak blauwe luchten. Hoge temperaturen, landinwaarts vaak rond de 30 graden. Met name in het weekeinde was het de laatste tijd vaak erg warm. Maar er zit wat verandering aan te komen en laten we maar eens even kijken aan de hand van de weerkaarten voor de komende 30 dagen wat er deze zomervakantie aan zit te komen. Want ja, de tijd die gaat onverminderd door en de zomervakantie voor veel Nederlanders staat uh, bijna op het punt van aanbreken en de weerkaarten behandelen al die periode. Voordat het zover is, kijken we natuurlijk even naar wat er de komende week staat te gebeuren. Want we zien een verandering op de weerkaarten optreden. De afgelopen week hadden we al af en toe met wat buien te maken. Afgelopen dinsdag regen en onweersbuien. En donderdag trok een actief regengebied over het zuidoosten van Nederland. Nou, op dit moment is het nog zo dat lage drukgebieden niet echt heel veel invloed hebben op onze omgeving. We zien ze op het randje van de kaart, hier op de Atlantische Oceaan, met hun gebieden met regen. Ook boven Centraal-Europa is de luchtdruk lager, maar. Heel markant aanwezig. Hoge druk boven Frankrijk deze vrijdag. En dat betekent dat met dat hoge drukgebied het weekeinde in ieder geval zonnig en droog gaat verlopen. Hier zien we dat hoge drukgebied, dat ligt het hele weekeinde in onze omgeving. Na het weekeinde schuift het weg. En dan. Komt er een weg vrij voor de lage drukgebieden? Vanaf de Atlantische Oceaan kunnen ze zich uitbreiden tot over onze omgeving. We zien dan dat de hoge luchtdruk juist te vinden is op de oceaan, in de buurt van de Azoren. Daar heeft lange tijd geen hoge drukgebied gelegen, maar volgende week is het dan wel zover. En dan krijg je eigenlijk een vrij gebruikelijke luchtdrukverdeling voor West-Europa. Met hoge druk bij de Azoren, uitlopers tot over Frankrijk en Spanje. En lage drukgebieden ten noorden van dat hoge drukgebied. Dat vrij makkelijk richting Scandinavië kan aandoen. En dus ook bij ons voor een toename van de wisselvalligheid zorgt. En met een aanvoer vanuit het westen wordt er dan ook duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Dus volgende week kunnen we geleidelijk aan een weersverandering verwachten. Nou, dat zien we ook terug in de weerkaarten voor de komende 30-daagse periode. Kijken we bijvoorbeeld naar de periode van 26 juni tot en met 3 juli. Dan zien we dat er nog wel duidelijke af, of afwijkingen van de temperatuur zijn te zien in Noord-Europa. Daar is het goed warm. Maar ook. Boven de Britse eilanden, de Atlantische Oceaan, het zeewater is daar heel erg warm. En dat vertaalt zich natuurlijk ook naar de temperaturen net boven dat relatief warme zeewater. Dus vandaar dan ook die afwijkingen. Maar we zien ook blauwe kleuren. Grote delen van het Europese continent hebben daarmee te maken. Ja, en zelfs in onze omgeving is dat het geval. Met name later in de week zien we dat de temperaturen toch wel wat teruggaan. En het over het hele etmaal gezien toch wel iets te fris kan worden op een enkele dag. Nou, dat zien we hier duidelijk terug. Het wordt goed warm in het zuiden van Spanje en Portugal. Wat betreft de neerslagafwijking zien we een signaal wat we de laatste tijd niet zo vaak hebben gezien: namelijk groene kleuren over zo'n beetje de 50, 60 graden noordenbreedte. En dat betekent dat in Schotland, Zuid-Scandinavië, maar ook delen van de Benelux er eens een keer zowaar wat regen gaat vallen duidelijk droger is het dit keer juist onder de vleugels van dat Azoren hoogdrukgebied. Ook in Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk waar het de afgelopen tijd heel erg wisselvallig is geweest. Daar staat komende week juist heel rustig zomerweer op het programma. Bij ons geleidelijk aan dus de overgang naar een wat wisselvalliger weertype. En daar hoort dan een weerkaart bij met luchtdrukafwijkingen die eigenlijk heel normaal is voor deze tijd van het jaar. Namelijk lage luchtdruk in de buurt van IJsland. Noordelijke Noordzee richting Scandinavië, ook nog wel boven Centraal-Europa. En hoge druk op de oceaan richting de Azoren met uitlopers richting Zuidwest-Europa. Vandaar dus het stabielere weer in Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk. Het is overigens nog wel wat wisselvalliger richting de Balkan. Nou, als we naar de pluimgrafiek kijken, dan zien we dat we dit weekeinde nog warm weer hebben. Met name zondag kan het zo'n 30 graden worden. Maar dan zien we wel een flink verval vanaf maandag. De temperaturen zakken terug naar. 20 tot 24 graden. Dat zijn vrij normale, tot zelfs iets boven normale temperaturen voor eind juni. En dat kabbelt dan een beetje door. Later in de periode zitten er af en toe wel weer wat uitschieters naar boven. Maar echt warm weer, dat zien we niet terug in de pluim. En veel belangrijker, de neerslagpluim laat ook wat zien. Op korte termijn valt er geen neerslag. In de nacht naar maandag volgt een aantal buien. Maandag later op de dag is het gewoon weer overal droog. En dinsdag en woensdag valt het met de neerslagkansen ook nog wel mee. Maar later in de periode zien we een toename van die buigheid. En dat betekent dus met die westelijke wind dat er af en toe wat regengebieden, al dan niet in verzwakte vorm, over ons land trekken. Een duidelijk ander weerpatroon, een normaler weerpatroon voor Noordwest-Europa. Maar dat lijkt geen lang leven beschoren. Want kijken we naar de weerkaarten voor de periode 3 tot en met 10 juli. Dan zien we alweer wat veranderingen komen. Met name bij de Azoren. Lag daar de weken voor nog een hoge drukgebied. We zien nu alweer dat het ECMWF-weermodel een zwakke afwijking van de luchtdruk verwacht van een paar hectopascal. De luchtdruk is wat hoger boven Oost-Europa. En dat betekent dat wij misschien een wat meer zuidelijke stroming in die loop van die periode gaan krijgen met ook weer de aanvoer van wat warmere lucht. Tegelijkertijd als we kijken naar de neerslagafwijking het wordt wederom weer droger in onze omgeving. Die echte wisselvalligheid schuift veel meer naar het noorden weg. En ook in Zuid-Europa zien we weer wat groene gebiedjes verschijnen. Zijn er dus gebieden waar toch weer ten opzichte van normaal duidelijk meer regen gaat vallen? Ja, wat temperatuurafwijking betreft, nog steeds die warmte boven de Atlantische Oceaan. Maar ook in onze omgeving de eerste volle week van juli. Ook in Noord-Europa, in het wisselvallige deel van de Balkan. Ja, daar zien we dat de temperaturen wat gedrukt worden door meer bewolking en buien. Ja, kijken we dan wat verder vooruit naar de derde en de vierde week, dus uh, tot echt midden juli, als de zomervakantie voor vrijwel heel Nederland is begonnen, dan zien we toch wel interessante ontwikkelingen. Bij ons in onze omgeving weinig neerslagafwijkingen. Ten zuiden van ons een strook waar het duidelijk natter is. Dat wil niet zeggen dat het er elke dag regent, maar er valt meer regen dan gebruikelijk in een gebied in Europa waar normaal in de zomermaanden niet zo heel veel regen valt. Dus het komt er gewoon af en toe tot een fikse regen of onweersbui. Verder zien we een strook. Het is wat minder goed te zien. Het signaal is wat minder overtuigend, maar een strook ten noorden van ons waar het duidelijk droger is. Verder ook nog altijd temperaturen ruim boven normaal. In grote delen van Europa, maar niet in de delen van het uh, continent waar we af en toe ook die buien tot ontwikkeling zien komen. En als we dan naar de luchtdrukverdeling kijken, ja, dan zijn we eigenlijk weer terug bij af wat we eerder deze maand zagen. Namelijk niet de lage drukgebieden bij IJsland, maar gewoon weer de hoge drukafwijkingen en de lage drukgebieden die een wat meer zuidelijkere koers volgen. Bij ons daardoor oostenwind, relatief droog, vrij zonnig en warm weer. Prima weer om op vakantie te gaan in eigen land. Ik moet er natuurlijk wel de disclaimer bij zetten... dat dit langetermijnverwachtingen zijn. Er zit een hoop onzekerheid bij. Maar het is wel een heel duidelijk signaal... dat dat stromingspatroon weer heel snel teruggaat... naar wat we de afgelopen tijd hebben gezien. En reis je af naar Zuid-Europa... dan heb je daar best prima zomerweer. Maar ten opzichte van wat er normaal in de vakantiebroschure staat... zal er in dat zuiden van Europa toch net even wat vaker... een forse regen of onweersbui tot ontwikkeling komen. Nou, wat mij betreft... Tot de volgende keer.